Familieknot, de Familieknot, de Familieknot. Knot. De Familieknot, de Familieknot, de Familieknot. Knot. Hallo, wie spreekt mij? Oh, zoek dekking! In de stripboekenruilwinkel van de familie Knots is het een gezellige boel. Pietertje, het zoontje van de buren, maakt een praatje met Hansje. Maar wie is toch die vrouw die daar buiten als een ongelikte beer door het venster gluurt? En die twee graag, daarboven. Hoi. Zeg, hoe is het nou eigenlijk met je vader en moeder? Hebben jullie nou nog vaak bonje? Oh, dat gaat veel beter, geloof ik. Ik krijg bijna nooit meer op mijn donder. Oh, ik vind je ook veel aardiger als eerste. Hé, wat was jij toen een etter? Hier, 6 strips. Hoeveel is dat? 3 gulden. Hé, weet jij nog dat jij vroeger altijd alles kapot maakte? Ik verveelde me ook altijd zo. En nou niet meer? Nee, ik zit hier vaak lekker strips te lezen en voetbal met meester Vogel. Oh, ja. En geheime geentje spelen met onkel X. En soms dus ook, doe ik ook wel boodschappen voor oma. Dat vind ik ook wel leuk. Ja, het is ook wel nodig ook, want als het zelf doet, laat ze die tas 10 keer uit de vingers vallen. En met neef Herbert over het allerneuze speelgoed praten. Die heeft er tenminste verstand van. Ja, hey, jij hoort echt nou een beetje bij ons, hè? Ja, dat vind ik zelf ook. Zeg, als meester Vogel straks komt, vraag dan of hij mij even ophaalt. Kunnen we een partijtje gaan voetballen, ja? Ja, is goed. Moet je die zien, zeg. Die is ook brutaal. Wie is dat dan? Oh, dat is die vrouw die opnieuw op nummer 25 is komen wonen. Die is gewoon gek. Hoe ken je haar dan? Nou, niet zo goed, maar... Hoe kan je dan zeggen dat ze gek is, hoe? Ah, dat zie je meteen. Zoals ik je meteen zo uit te horen. En het is een naapert. Waarom zou ze eigenlijk niet binnenkomen? Die alleen maar gluren om alles af te kijken. Dus één keer bij ons binnen geweest en ze heeft precies dezelfde gordijnen gekocht als wij hebben. Mijn moeder wil ze nou laten verven. Nou, groot gelijk. Kijk hier. Zo. Zo. Nou, ik smeer hem er maar, hè? Ja, is goed. Mazzel, hè? Jo. Nou, apen. Boven de ruilwinkel, in de keuken, probeert opa met eindeloos geduld een spelletje te spelen met oma. En nou ga je voorzichtig gooien. Voorzichtig dus. Zo. Oh. Mens, wat ben je toch onhandig? Je lijkt wel een kind. Ik heb een 6. Even kijken. Waar stonden die popjes? Stonden hier. Zo. En dan wip ik jou zo van het bord. Nee, dat is niet eerlijk. Daar stonden die popjes niet. Overnieuw gooien. Zo. Stonden die popjes wel, maar die oude zemelaar kan niet zo goed tegen zijn verlies. En nou ga jij overnieuw gooien? Hier, op dit stukje van de tafel. Vooruit. Gelukt, eindelijk. Kan me er toch zo aan ergeren. Oh, dat moet je niet doen. Je moet je niet ergeren. Kijk, dit spelletje heet niet voor niks, mens, erger je niet. Het staat op de onderkant. Hé, mens. Geen hond zou het geduld toch kunnen opbrengen wat ik maar weer steeds probeer. Ik kan nog beter een spelletje spelen met het geniepertje van hiernaast, die Pietertje. Hoewel, die wint altijd. En als ik ergens een hekel aan heb, dan is het wel aan kinderen die winnen. Daar. Het is ook nog een geluk dat we niet hebben gemonopolied, hè?
En had je de briefjes van duizend en de hotels weer onder je fornuis vandaan kunnen harken. Ach, ouwe Zemela, ga je nou maar de hond uitlaten. Jezelf erbij. Nou, hoor je dat, hond, toen de baas weer aan het werk gezet wordt? Zo. Jo, dan ga jij eens even lekker mee met de baas aan het riempje. Hè? Zo. Zo, wat is dat beest toch ongelooflijk lui. Hij aapt gewoon die baasje na. In het salonatelier is tante Til in de weer als een klein, dik, rond, druk baasje. Oeh, wat is het toch moeilijk om een keuze te maken tussen deze exotische kunstwerken van me. Ze zijn eigenlijk allemaal even vreselijk, maar ja... Lelijkheid is tegenwoordig in de mode. Dus als ik nou die en deze en die ophang op die tentoonstelling van me, nou, dat vind ik sowieso goed hoor. Dat verkoopt wel. Ah, want het is toch afgrijzelijk heerlijk om kunstenares te wezen. Onkel, ik smelt zich op het hoofdbureau. Is er iets aan de hand? Ben ik nog nodig? Wat is er nou weer, Frederik, lievertje, hè? Verveel je je? Al 2 dagen is er niets gebeurd in dit huis. Ik loop gewoon voor Piet Snot iedereen in de gaten te houden. Ach, arm stumpertje. Zeg, wat vind je van dit kunstige werkje van me? Hè? Is het vervalst? Zit er smokkelwaar in de lijst verborgen? Zeg, blijf met je tengels van mijn kunstige broodwinning af. Maar Dilletje... Binnen... Goedemiddag. Let maar niet op mij. Mooi weertje, niet? Hands up! Wat is je code? Herbert Knots. Neef, ambtenaar en voltallig onschuldig. En ik heb besloten mijn handen niet in de hoogte te steken. Excuseer. Neef Herbert, doe nou maar vlug die handjes omhoog, hè. Laat je verhoren. En kom daarna, als je weer op vrije voeten bent, hè, weer gezellig bij mij een kopje thee drinken, hè. Hands up! Zie je, zo gaat een bal rollen. Ik wist wel dat je verdacht was. Wie te hard ontkend heeft, geen goed geweten. Wat is dit? Wat was jij van plan? Een bom zonder lont? Wou jij soms de hele tent in de lucht laten vliegen? Het is geen bom, maar een bal. En van bijzonder goede kwaliteit, mag ik wel zeggen. Oh ja, van wie is dat ding, hè? Stilte! Ik stel hier de vragen. Van wie is dat ding, hè? Eerlijk gevonden, voor de deur van de buren. Ik dacht, voordat... Voor het met de vuilnisman meegaat natuurlijk, hè? Zeg, die bal is natuurlijk van Pietertje. Stilte, het is mijn mysterie en ik zal het oplossen. Oh ja? Breng jij die bal dan maar vlug even naar Pietertje, hè? Oh, weet je wat? Misschien weet hij nog wel een leuke misdaad te verzinnen. Die kunnen jullie dan leuk samen oplossen en zo, hè? Goed. Stilte, ik breng dat gevaarlijke wapen terug naar Pietertje... Gooi hem in de boeien tot ik terugkom en weet wat ik er allemaal mee aan moet. Neef Herbert? Neef Herbert, dat moet maar eens afgelopen wezen met jou. Ik snap er geen bal van, allemaal. Ja, met die ambtelijke tengels van je, met die grijpgare vingertjes, kom jij nog eens in de gevangenis terecht. Zeg, wat moet jij toch altijd met dat speelgoed, hè? Het is heel boeiende materie, zeker voor een ambtenaar als ik. Precies, ja. Jij bent volwassen, een groot mens. En die proberen niet met krampachtig een kind na te apen, zeg. Nee, tante Til, maar speelgoed is toch ongevaarlijk? En een beetje spelen is toch wel gezond?
Weliswaar, dan. Is neef Herbert soms weer binnengekomen? Oh, daar heb ik niet zo op gelet, hoor. Ja, ik geloof het wel, ja. Oh, die moeder heeft wel voetbal meegenomen. Je kan ook niks laten slingeren of hij pikt het van je. Ah, joh, hij wil het meestal dan alleen maar lenen, hoor. Nou, ik ga wel naar boven om hem op te halen. Want ik wil hem nou eens zo hebben als meester Vogel komt. Kunnen we lekker gaan voetballen. Zeg, wacht eens even. Meester Vogel die komt ook voor mij, hoor. Eigenlijk alleen dus voor mij. Vliegt het meteen zo jaloers te worden. Stomme meiden ook altijd. Hé, hey, ik heb een nieuw jasje gekocht. Hadden jullie natuurlijk al gezien. Nou, dit wordt helemaal de mode, hoor. Dat, neem dat maar van mij aan. Dat komt. Hier zitten van die piek. Hallo, Hansje. Ah, Arend. Zeg, wat heb je nou voor een vreemd kledingstuk aan? Ja, apart, hè? Ja, nou, eerder een beetje vreemd eigenlijk. Hé, loop eens een rondje. Het is wel een beetje een komisch kledingstuk, hè? Ja, maar hoe vind je het? Nou, om eerlijk te zijn vind ik het niet mooi. Maar dit is gewoon de mode. Dit is gewoon echt in, jongen. Oh, en dan? Dan lopen we er straks allemaal in. Oh, wat zijn we dan apart. Dus je vindt het niks? Ja, maar zo hoor je er tenminste bij. Waarbij? Nou, bij de mode. Dat je geen stomme trutter wordt gevonden en zo. Nou, dat iedereen je het einde vindt, dus... Dus jij denkt als je je niet net zo kleedt en net zo opmaakt als de anderen, dat je er dan uit ligt? Nou, Hansje vind ik wel een beetje bezopen, hoor. Ach, jullie mannen snappen dat helemaal niet. Dag. Ik ben de nieuwe buurvrouw van nummer 25. En ik was opeens door mijn suiker heen. Misschien kunt u me helpen? Nou, moet u naar boven, hoor, de trappen. Zeg, mevrouw hoe? Mevrouw Pronk. Hier naar boven? Ja, hoor, mevrouw Pronk. Mm-hmm. Nou, heeft ze net zo'n jasje gekocht als jij, Hansje? Niet normaal meer. Vooral zo'n stom jasje. Ja. Oh, wat zijn we weer leuk. Wat hebben we weer een lol. Als je maar weet dat ik dit ding onmiddellijk uittrek. Zeker nu een stomme mens erin lopen. Wat een naapert, zeg. Dat zei je toch meteen al. Ach, gaan jullie maar weg voetballen. Dan kan ik mensen rustig lezen. Kom maar aan. Hey, u. Boog. Zijn harder verrezen. Ik lig er buiten als ik dat niet doe, dus ga ik vaak alleen naar huis toe. Mijn vader zegt, joh, wat kan het je schelen? Maar hij weet niet dat niemand met mij wil spelen. Grote mensen hebben ook last van die zaken, kopen veel en doen hun best om indruk te maken. Mama heeft een FIFA-kop, daar geef ik niet graag zoentjes op. Papa heeft weer een nieuwe wagen, zodat niemand er met die oude kan plagen. Allemaal doen we ons best om het te maken. Allemaal doen we bloedig ons best om te horen bij. Een kloddertje hier, een
Kladdetje deur. Binnen. Nee, lieve avond, ik heb nog geen verse thee, hoor. Ik ben nog even bezig. Oh, pardon, ik stoor, geloof ik. Oh. Ik ben hier net komen wonen op nummer 25 en dan wil ik even kennis komen maken. Oeh. Mevrouw Pronk. Oh ja, Til Knots. Dat zegt u maar tante Til, hoor. Waar kwam u voor? Nou, even kennis maken. Oh ja, kijkt u, want ik heb namelijk erg weinig tijd op het moment, want morgen heb ik een tentoonstelling van mijn schilderijen. Ja, ik ben kunstenares, een echte hoor. En nou tip ik mijn kunstige scheppingen hier en daar nog een beetje bij met verf. Oh, dus u verdient er ook geld mee met schilderen? Ja, zo'n schilderij als dit is toch vlug zo'n 2000 slordige piekjes waard, hoor. Ja. Zou ik dat ook kunnen? Ik heb namelijk nogal wat kunstbloed in de familie. Zeg, er zijn miljoenen mensen op deze aarde. Maar u moet goed begrijpen, mevrouw, dat er maar een handjevol ware kunstenaars tussen zitten. Het lijkt zo makkelijk, hè? Ja, misschien komt het ook wel door die jurk die u daar aan hebt, hè? Het is een hele artistieke jurk. Ik ben over de hele linie artistiek en heb weinig tijd. Dus als u nou zegt waar u voor kwam, dan handelen we dat snel even af, hè? Oh ja, nou, ik kwam eigenlijk om suiker te halen, want ik bak een cake voor als er eventueel... Oh, dan moet u een verdieping lager, hoor. Oh. Naar oma in de keuken. Die brengt dat... Nee, hier zit de deur. Zo, dag. Voor dit soort vrouwtjes moet je dus ontzettend oppassen. En dan ook zo'n monsterlijk jasje aan om je groen en geel aan te ergeren. En rood en blauw. Ai, ik heb inspiratie. Een kloddertje hier. En een kloddertje daar. Zo. Uiteindelijk de plasje gedaan, dat luie kring. Oh, bleef je daarom zo lang weg? Nee, ik heb nog een potje gevoetbald. Met meester Vogel en dat geniepertje van die naast, die Pietertje. Dat had ik dan wel eens willen zien. Met die stramme botten van jou, oude zemelaar. Nou, die oude zemelaar die tikkelt anders lang niet zo misselijk als jij dat al dacht, hoor. Zo. Echt. Wat moet dat voorstellen? Ben je dat deeg soms een potje aan yoga aan het bijbrengen? Hm? Nee, ik bak een nieuw soort koekjes. Van eigen deeg. Overheerlijk spul. Oh, nou, ik ben blij dat ik met de voetbal niet zo omspring als jij met die meelrotzooi. Na die laatste keer, met dat hondenbrood, hoef je niet te denken dat ik nog een keertje iets van jouw producten ga voorproeven. Ach, oude zemelaar. Ah, u bent oma van de Knotsen. Ik ben de nieuwe buurvrouw van nummer 25 en ik zit zonder suiker, want ik bak namelijk een cake. En voor als er visite komt, maar ja, dat zal wel niet, maar je kan nooit weten, hè? Kijk eens, buurvrouw, houdt u uw kopje maar op, hoor. Moet u zien hoe ik dat erin doe zonder te morsen, zo. Zeg, dat zie ik uw man nog niet doen, hè, op mijn leeftijd. Ik heb geen man. Ik ben een vrouw alleen. Hé, wat ongezellig. Maar ja, u krijgt in ieder geval visite, hè? Nee, ik krijg ook geen visite. Maar misschien ooit nog eens. Nou ja. Maar misschien zou ik ook geen cake moeten bakken, maar zulke koekjes zoals u daar doet, hè? Koekjes zijn misschien meer in? Nou, buurvrouw, dat zou ik maar laten, hoor. Want dat is regelrecht hondenvoer. En ik weet waar ik over praat. Onzin. Nou ja. Probeer het maar wat, hè? Ja. Nou, het is jammer dat ik weer weg moet. Het is hier zo gezellig. Nou, dan ga ik maar. Ja, sluit u de deur achter u. Zeg, het is een aardige vrouw, hè? Jammer van dat rare jasje. Zielig type. Ja, toen en opa die probeerde steeds te tackelen. Ja.
Eigenlijk waren er zelf onderuit. Ja. Nou, dan moet je ook maar niet proberen om jonger te lijken dan die is. Ja, en verstand van de spelregels heeft hij ook helemaal niet. Nee. Oh. En jullie zijn natuurlijk de kampioenen van de hele wereld, hè? Nou, wat een stoerdoenerij, hè? Nou, vindt ze weer dat we stoer doen? We zeggen toch gewoon de waarheid? Ja, dan overdrijven we het nog een beetje. Leuk. Oh, dan komt die trollenlauwe aan. Ja, met een beeldige jasje. Zeg, ik heb mijn suiker, hoor. Oh, en wat een enige oma, zeg. En zo handig, hè? Ja, en die oude man ook zo vriendelijk, hè? Zo vind je ze niet vaak meer tegenwoordig. Nee, zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt. Nee. Oh, en die tante Til, zeg. Die tante Til, zo artistiekerig met de jurk, hè? Ja. Nou, ik voel het aan alles. Wij worden vriendinnen. Ik ga meteen verf halen. Oh, doen. Oh, ik wil met jullie weg. Hey, dat ze nou tante Til gaat naapen. Alleen maar om indruk te maken. Ja. Nou, zeg jij me niks. Maar dat deed jij ook. Wat? Indruk maken. Ik? Wie dan? Meester Vogel, toch? Stom, joh. Ik zal jou zitten pakken. In het salonatelier van tante Til is werkelijk niets aan de hand. Ik vraag me dan ook af waarom onkel X daar zo geheimzinnig rondsluipt. Dat gaat je niks aan, makker. Oké, ik zeg al niks meer. Dat werd tijd. En dan zal ik het jullie nu voor eens en voor altijd uitleggen. En dan wordt er niet meer gelachen, begrepen? Ik ben geheimagent al vanaf mijn geboorte. Dat is een natuurlijke zaak. En evenzo weet ik in dit huis de spanning erin te brengen. Ik bedoel, ik weet te boeien. Einde verhoor. Wat kunstig is mijn schilderij, vindt u niet? Oh, waar is die vrouw? Wat, Tilletje, wat is er gebeurd? Je bent zo anders. Ben je gehersenspoeld? Nee, ik ben tante Pronk. Een echte kunstenares, kijkt u maar. Is dit geen artistiekerig schilderij? Hands up! Ten eerste steelt u kunst en ten tweede de gedaante van mijn vrouw. Waartoe deze vermomming? Bent u een dubbelspionne? Is dit schilderij vervalst? Zo ja, zo nee. Ik neem het sowieso in beslag. En verder ben ik heel blij dat ik eindelijk een mysterie heb om op te lossen. Zo waar ik onkel X heet. Oh, maar ik kom alleen maar op visite. Ik ben in. In? Is dat uw code? In? Ja, ik ben namelijk geheime agent, moet u weten. Daar maak ik ook geen geheim van. Want, het is namelijk... Wel alle penselen in een potvernis! Wat moet dit voorstellen? Nou. Ik kwam eventjes op visite om als kunstenaresse onderling even te babbelen over artistieke dingen. Ik heb namelijk net even een schilderij gemaakt. Misschien kunt u dat ophangen in uw tentoonstelling. U zet mij gewoon voor gek. Goedkope imitatie, madame. Frederik, lievertje, doe hier iets aan. Als iedereen mij gaat naapen, ja, dan is er niks bijzonders meer aan mij. In de boeien. Maar wat heb ik dan gedaan? Plagiaat, kunstvervalsing, naaperij. Is dat dan strafbaar? In de kunst wel. Ja. En het is bovendien onbeleefd, onorigineel en zielig. Nee, maar ik kom alleen maar gezellig praten. Ik ben ook maar een vrouw alleen. Ja, dat zijn verdachte verzachtende omstandigheden, Tilletje. Zal ik het maar bij een waarschuwing laten? Mijn kunstige ik is aangetast. En stel er toch al geen fluit voor. Maar ja, die monsterlijke jurk en dat afzichtelijke schilderij. Nee, dit kan niet. Nee, geen genade. Tilletje, wat doe ik met de arrestante? In de boeien of gaan we gewoon gezellig thee drinken? Mevrouw, gaat u onmiddellijk mijn huis uit? Ja, maar als ik nou eens zo'n jas als meneer aantrek en dan zo'n hoed opzet en dan net doe alsof ik een soort... Stilte! Staatsgeheim! U heeft gehoord wat de rechter heeft beslist. Wat ik ook probeer, alles mislukt altijd. Zielige vrouw. Eenzaam.
hoort nergens bij. Ja, het afschuwelijke is dat dit schilderij eigenlijk bijna beter is dan het mijne. Ja. Kijk eens hier. Ik heb nu een spelendingenspel voor volwassen grote mensen. Zoals u en ik zijn. En ik stel voor dat wij aanstonds een spelletje gaan spelen. Want oma en opa, die willen niet waarachtig. Hier wordt niet gespeeld. En zeker niet zo'n vervelend rotspel als mens erger je niet. Waarom wil toch niemand met mij spelen? Omdat wij een mysterie aan het oplossen zijn als zodanig Tilletje is vervalst. Ik ben een beetje op een doodspoor terechtgekomen, Tilletje. Er rest ons nog maar één ding. Roze verf. Yes! Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Het wordt hoog tijd dat ik eens met de roze verf ga knoeien. Ja. Ja, maar over wie gaat het dan? Ik begrijp er niets van allemaal. Stil! Hou je mond. Geen tijd te verliezen. Een kladdertje razen. Nou, hé, zet hem op, hè. Voel ik me opeens roze. Die tante Til die wordt steeds onvoorzichtiger met die roze verf. Zal het wel kunnen merken? Wat leuk dat jullie op visite komen. Echt gezellig, hè? Echt gezellig, hè? Echt gezellig, hè? Echt gezellig, hè? Wat een beeldig stofje is dat. Wat een beeldig stofje is dat. Wat een beeldig stofje is dat. Een beeldig stofje is dat. Ja, het schijnt in de mode te zijn. 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 Het slurpt een beetje. Het slurpt een beetje. Het slurpt een beetje. Zeg, ik ga even wat anders aantrekken. Dat is ook toevallig, zeg. Schijnt dat iedereen er tegenwoordig in loopt. Ja, dat geloof ik ook, ja. Waar zullen we het nou eens over hebben? Ik geloof dat ik nageaapt word. Denk je dat je leuk bent? Hou dan op! Ik wens niet meer nageaapt te worden! Dit is om gek van te worden! Oké, ik geef toe, ik heb ook wel eens nageaapt om in te zijn. En ik zie ook wel in dat het heel vervelend is en heel dom, want als je gewoon doet, dan tel je ook wel mee. Het is opgehouden. Ik zal het nooit meer doen. Echt? Echt. Beloofd? Beloofd. Afgesproken? Afgesproken. Oh, mijn hoofd. Wat voel ik me rozig. Oh, ik moet me verkleden, ik moet naar huis. Ik nodig u en uw verloofde uit om vanavond bij mij op visite te komen. Oh, dan moet ik eerst even vragen aan mijn verloofde. Hè? Tot ziens. Arend! Hey, luister eens. Ik ga even naar nummer 25. Daar woont een vrouwmens die wil vast wel met mij erger genieten. Vrijwillig. Van eigen deeg. Voor die vrouw van nummer 25.
gewoon weer op. Makkelijk zat. Sst, niks verraaien. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Kno, kno, kno. De familie Knots, de familie Knots, de familie Knots. Kno, kno, kno. Oh, zoek dekking!